Nou mensen, welkom weer bij een nieuwe vlog. Vandaag gaan we even laten zien hoe Chantal, mijn vriendin, die dus zwanger is, laten we even zien hoe zij mijn wond verzorgt. Dus dat ga ik even filmen. Ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Dan zou ik zeggen allemaal een duimpje omhoog. Een reactie hieronder zou ik super vinden. En abonneren is natuurlijk altijd gratis. En dan komen jullie er ook achter hoe de zwangerschap verder verloopt. Nou mensen, ik zie jullie later weer. Hier heb ik nog een schoonkousje voor Ja, is goed. Oh, die kan ik vanmorgen weer aan. mag ik is die weer? Zie je goed is op. Zo. Kijk, dan als het naar je voet naar beneden loopt, dan loopt het alsnog in een bakje. Nou mensen, nu is Chantal de wond aan het spoelen. Gewoon met kraanwater. Met een Sisterse zeespuit. Oké, ze hoort handschoenen aan te dragen, maar ze raakt nu niet de wond aan. Nee, ik zit buiten. Jullie zullen zo zien als de alginaat erin komt dat zij handschoenen draagt. Ik Voor ben echt buiten. voordat de commentaar komt. Dat begrijp ik heel goed van jullie. Maar ik dacht, ik wil jullie dit ook een keer laten zien. Hoe goed mijn schatje is. Lach even. Kijk, nu heb ik wel handschoenen. Kijk, Zie nu je? heeft ze wel handschoenen aan, want ze gaat nu de wond gaat ze helemaal schoonmaken. Met olie. Met olie. Omdat er zinkolie op zit. En dat krijg je alleen met gewone olie. Acide-olie, olijfolie of zonnebloemolie weg. Kijk, jullie hebben nu gehoord wat ze heeft verteld. Als jullie vragen hebben, stel ze gewoon gerust hieronder. Chantal, die leest het wel en anders zeg ik het wel tegen haar. En dan gaat ze het echt wel lezen en beantwoorden. Maar we zijn nu net zwanger, dus we zijn met hele andere dingen ook bezig. Maar we vergeten jullie echt niet. Toch, schat? Klopt. Dus. En nu gaat de wond even geweekt worden. Kijk, jullie zien de buik van Chantal behoorlijk goed groeien. Even ter info. Ben je ook blij, schat, met de zwangerschap? Ik ben zeker blij. Zeker weten. Nou, wachten wat het wordt. Ja, wat denken jullie? Wordt het een jongen of een meisje? Ons maakt het niet heel veel uit. We hebben wel een voorkeur. Maar als ze maar gezond is. Toch? Maar ik heb al wat dingen doorgekregen. Ja, dus we gaan het zien. Maar dat horen jullie allemaal nog. Maar dat duurt nog een paar maanden. Ja, waarschijnlijk iets meer dan 2 maanden. Ja. Nou mensen, ik ga jullie nu even twee foto's laten zien. Eerst even een foto van gisteren en nu een foto van vandaag. En dan ben ik benieuwd of jullie verschil zien van de buik van Chantal. Of het al wat gegroeid is. Wij zien het wel, maar ik ben benieuwd of jullie het zien.
Nou, ik zie jullie straks weer als de wondzorg verder gaat. En nu komen de foto's.